We staan hier op het splitsingspunt Pannenden. Dit splitsingspunt doet dat al 2 eeuwen, waarbij 2/3 van het water over de Waal gaat en 1/3 van het water over het Pannenskanaal. Rijkswaterstaat is in 1798 opgericht om juist deze verdeling om die te handhaven. Het is vooral bijzonder omdat wij eigenlijk geen stuwen of regelwerken inzetten om die verdeling zo te handhaven. Die waterverdeling die wordt in feite bepaald door het splitsingspunt, maar ook door de inrichting benedenstrooms. En dan moet u denken aan de hoeveelheid bos, de hoeveelheid struiken, bedding van de rivier. Al deze zaken die bepalen in feite of het water links van het splitsingspunt gaat of rechts van het splitsingspunt gaat. Dit splitsingspunt bestaat dus sinds 1771. En daarvoor was het gebied onderhevig aan overstromingen. Er zijn complete dorpen die zijn ondergelopen. Tegenwoordig is het belang van het splitsingspunt nog steeds die verdeling van 1/3, 2/3. Want daaraan zijn allerlei functies verbonden, zoals hoogwaterveiligheid, scheepvaart die op een bepaalde diepte rekent, voldoende toevoer van zoet water voor drinkwatervoorziening. En tegenwoordig de ecologie die ook een bepaalde variatie in laagwater en hoogwaterstanden heeft. Dus dat heeft zich allemaal gericht op die verdeling die 200 jaar geleden is afgesproken.